Martin Hoogendoorn, keeper van Real. Jullie spelen de beslissingswedstrijd om de promotie tegen het Harde. Wat gebeurt daar? Ja, ik loop de 16 in om een bal te pakken. En ik pak hem eigenlijk. Op dat moment overstrik ik voor mijn rechterknie. Ja, en wedstrijd uitgekiept. Met veel pijn en moeite. Ondertussen ijs gekoeld. Nou, verlenging hadden we nog bij 2 keer 15 minuten. Nou, winnend veld afgestapt met heel veel pijn. Maar ja, na twee, drie weken toch nog even bij de dokter langs geweest. En die zei, nou gaan we even door naar het ziekenhuis. Nou, het ziekenhuis geweest, mijn privékliniek in Amstelveen. Daar hebben ze gekeken en daar bleek na een kijkoperatie mijn voorste kruisband in mijn rechterknie afgescheurd te zijn. Dat is een ernstige blessure. En nu? En nu? Ben direct gestopt. Hopen dat Real me een andere functie aanbiedt. Binnen de vereniging, ik heb met Karel gesproken, met bestuur gesproken. Aankomende dinsdag gaan wij om tafel kijken of ik misschien assistent trainer van Real 1 kan worden. Waarom niet geopereerd? Ja, voor mij is 9 maanden revalidatie. Nou, ik ben bijna 39 einde van de maand. Ja, om dan 9 maanden te gaan revalideren met werk wat ik fulltime doe, zie ik dat niet helemaal zitten. Sportief gezien, er zat een mooi seizoen aan te komen. Ja, heel mooi seizoen. Ja, wat hebben we in de competitie? We hebben Bas, Zwift, Elburg, Doornspijk zat erbij. Nou, jongen, ploeg uit Zwolle nog erbij. Dus wat een super mooie competitie gehad. Hoe chagrijnig ben je? Nu niet meer, maar ik ben een tijd chagrijnig geweest. En vooral toen ik het nieuws kreeg te horen dat ik niet meer kon, dat ik geopereerd moest worden voor de kruisbanden. Wat ik dus niet doe. Ja, en die dag daarvoor competitieindeling gehoord. Ja, dan is het heel zuur. Blik eens terug op je carrière. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben trainer geweest bij ASVD 3 jaar lang in de jeugd. Bij Real ben ik 5 jaar trainer geweest in de jeugd. TC3 papieren heb ik. Kampioen geworden een keer met Real 2. Kampioen geworden met Real Zondag 2. Gepromoveerd met Real 1. Dus ja, ik heb waardig wat meegemaakt. Je bent een echte Real man? Echte Real man. Vanaf de eerste dag dat Real is begonnen ben ik daar actief geweest. Als seniorenvoetballer en jeugdtrainer. Wat heeft Real wat andere clubs niet hebben? Ja, gezelligheid. Kleine vereniging, maar heel gezellig. Wat gaat het worden dit seizoen met Real? Ja, zoals ik al een paar trainingen heb gezien met deze groep, denk ik dat we gewoon ons moeten handhaven in die derde klasse. En dat moet ook gewoon. Kan ook. En wie gaat er op doel? Ze hebben nu 1 keeper, een goede keeper. Ik heb een paar keer zien keeper. Dus die gaat de kar wel trekken, hoop ik. Maar moet er niet een tweede keeper bij komen? Ja, daar zijn ze volgens mij nog mee bezig voor een tweede keeper. Dus ik ga ervan uit dat dat ook nog goed gaat komen.